dat achter bomen leeft en ervat jou 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd, voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veen, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen, geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland. Aflevering 22, het feestje in Spanje. Verleden week moest David naar de Lage Landen om vleermuizen te redden. Vandaag zijn ze in Spanje omdat hun neef Maximiliaan jarig is. En dat wordt gevierd. Dank je. Nee, was eenvoudigweg schitterend. Ik feliciteer je als danser en ter gelegenheid van je 200ste verjaardag. Ja, Max, dans nog eens, maar deze keer met Fiorentina. Huh?
Ik ga je schoonvader wat te drinken brengen. Zo, het zal hem goed doen. Drinken? Maar hij is heel erg verkouden. Ach, maak je geen zorgen. Oh. Kom op, Pablo. Kin omhoog. Ik heb wat te drinken voor je. Ik kan niet drinken. Ik ben zwaar verkouden. Ach, een klein beetje. Het zal je goed doen. Komt een klein beetje dan. Misschien voel ik me niet wat... Oh. 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 Oh, nee. Oh. 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 Max, alles in orde, lieveling? Ja. Ik heb je nooit eerder zien dansen op handen en voeten. Dat zijn de oom en tante van Max. Ik laat ze binnen. Ja? Welkom in Spanje, tante Lisa en ook David. Hallo, Fiorentina. Waar is die neef van me? Waar is die deugniet? Daar is die. Hij lijkt op zijn vader. Jouw schoonvader was ook altijd gek op dansen. Hij is ziek, heeft een zware verkoudheid en kan niet dansen. Doe maar. Ik denk dat jullie tijdens de reis niets gegeten hebben. Oh, wat willen jullie eten? Tante Lisa, ome David, welkom. Heel erg bedankt voor jullie komst naar Spanje. Vele jaren. Kom mee, oom. Kom op. Mag ik jullie aandacht? Oom David gaat nu dansen. Ja. Doe nou, oom. Ik weet dat je heel goed dansen. Als je nou... Max, nee. Joepie! Hij is een geboren danser. David, draai je maar. Ik heb bravo, David, je was werkelijk zo fantastisch, goed hoor, fantastisch. Prima, prima. Hey. Hier een pakket. Ben je erg moe? Nee, helemaal niet. En nu, neef, wil ik je iets laten zien dat ik heb meegebracht. Wat is het? Kom mee even. Hier, dit boek is voor jou. Hartelijk dank, oom David, maar dat is fantastisch. Het is een boek over kaboutergeneeskunde. Dat is het inderdaad. Al onze wetenschap staat erin. En als je een goede dokter wilt worden, moet je het goed bestuderen. Dit boek is al duizenden jaren in onze familie. Bedankt hoor, oom. David. Pablo. Mijn beste broer. Nou, je ziet er ook niet best uit. Ja, het is die Ik heb hem zo'n beetje alle medicijnen gegeven die ik ken. Geef me dat boek. Ja, hier staat het. Lees maar. Bepaalde soorten verkoudheid kunnen worden genezen met bosbessenjam. Natuurlijk dat ik daar niet aan gedacht had. Ah, gelukkig hebben we het hier. Nee, David, ik wil die troep niet Het goede raam is dat het heel snel werkt.
Je zult zien dat het niezen binnen de kortste keren over is en hij zich stukken beter voelt. Dit is fantastisch! De drommel, niet te geloven! Je bent snel zo fit als een hoentje, broer. Ik voel me al stukken beter dankzij dat brouwsel. En nu gaat David zingen. Ik geloof dat David een liedje in het Spaans gaat zingen. Wat is er mis voor jou, Tina? Ben je duizelig? Nee, een klein beetje, maar maak je geen zorgen. Ik ga even naar buiten. We gaan samen wandelen. Nee, jij blijft hier. Ik wil jullie plezier niet bederven. Ach, het is zo over. Goed dan, maar wees voorzichtig, hè? Maak je geen zorgen. Wees voorzichtig. Heerlijk. Wat is dat?
Wie is daar? Oh, help! 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 Fiorentina! 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 Er roept iemand om help. Fiorentina! Ups. Waar ga je heen? Fiorentina helpen. Loop pas. Oh. Fiorentina, geef antwoord. Fiorentina, waar ben je? Hier is iets langsgekomen. Hè? Kijk. Dit zijn de pootafdrukken van die kwaadaardige kat. Denk je dat hij haar gepakt heeft? Zeker weten. Het is een heel, heel gemeen beest. We zullen haar vinden. Vrienden, willen jullie ons helpen? Miauw. Vast bedankt, hoor. Hey, kom mee. De katten gaan ons helpen om haar te redden. Opschieten. Nou, gaan we. Veel succes, we brengen Fiorentina terug. Ja, schiet op en breng haar heel snel weer terug. Dankjewel. Laten we gaan, vrienden. Dag. Ik ruik hem heel goed. Daar is hij en hij heeft Fiorentina in zijn bek. Hij heeft ons gezien en vlucht weg. Laat Fiorentina los, Lafbek. Laat haar los. Pablo, Max, we moeten hem omsingelen zodat hij niet weg kan komen. Pablo, jij moet daar naar links gaan. Ja, goed. Ik ga recht vooruit. Ren, vriend. Nog iets sneller en dan hebben we hem te pakken. Jij misselijke kat, laat Fiorentina onmiddellijk los. Ellendeling, je smerige spelletjes uit, jij moordenaar. Fiorentina! Het is voorbij. Het is over. Oh, wat was ik bang. Dat valse beest wilde me doodmaken. Gelukkig waren we er net op tijd bij. We gaan nu naar huis en daar zal ik jouw wonden behandelen. Laten we gaan. Ja, laten we gauw gaan. Ik hoop dat ze Fiorentina gered hebben. Oh. Ik denk dat we ze moeten gaan zoeken. Oh, daar zijn ze. Oh ja. En ze hebben Fiorentina bij zich. Fiorentina, is alles nog goed? Gelukkig wel, tante, maar ik was erg bang. Ik ben zo blij dat alles goed is afgelopen.
Alisa. En jullie allemaal bedankt voor haar redding. We hebben haar gered dankzij deze poezen. Oh, Fiorentina. Maximilian, ik had haast een feestje bedorven. En nu is het jouw beurt om te laten zien wat je kunt. Gezellig feestje, hè? Zo gaat ie goed, Lisa. Bravo! Ik wist niet dat Lisa zo schitterend kon dansen. Help me, als ik zo blijf, Lisa, komen er ongelukken van. Nou, ik heb hier nog wel een paar dagen werk. Tot onze volgende ontmoeting. Zilverzaagd. In de volgende aflevering krijgen David en Lisa uit Australië. Prins Rex, dat is hem, is erg op David gesteld omdat hij als jonge kabouter door David genezen is van een heel vreemde ziekte. En als je wilt weten hoe dat ging, dan moet je de volgende keer weer kijken naar David de Kabouter. Jouw 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd. Voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen. Geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland.